met de pootjes omhoog. Deze gaat erin. Dan gaat deze met de versleten kant nu naar beneden. Want kijk, hij moet hier dan straks tegen afdichten. Deze kant dat ik zit, doet eigenlijk niks. Deze heb ik er net uitgehaald, want hier moet je mengsmering straks bij kunnen. Oké. Dus, en qua afdichting stelt dit geen drol voor, dus niet voor kattendruk stelt het geen drol voor. Dit is een verbeterde stofafdichting. Je hebt ze ook in de Z-uitvoering. Dit is de RS-uitvoering. Okay. En bij de Z-uitvoering, kijk, dan zit hier dit lipje niet. En dan zit hier een open gleuf tussen. En dat is alleen maar om het vet binnen te houden. Maar als je dan stof hebt, dan kan het wel zo naar binnen fietsen. En dan blijft het er lekker in zitten. En een RS is dus een stofafdichting. Maar niet voor kattendruk. Oké. Okay. Er drie boutjes bij van je. Ja, dat zijn deze. En aangezien hier geen tegenhoudlipje zit, ga ik dit wegdeuken. Hoe bedoel je een tegenhoudlipje? Nou, in je originele lagen, die moet je helemaal uitmikken. Daar hebben ze een gleufje in bedacht. Ja. Met als het idee dat als je deze hier doet, Dat hij niet kan gaan draaien in je katter. Maar dat doen ze toch, niet. Oké, duidelijk. Dus een krukas erin. Ik denk niet dat het altijd zo makkelijk gaat, hoor. En dan heb ik hier een tube liggen met vacuumfit? Nog nooit van gehoord. Ja, dit is op een siliconenbasis. Kan hele hoge temperaturen hebben. Het lost ook niet op in brandstof. Die? Oké. Deze krijg ik. Je ziet daar een verdikking zitten. Ja. Dan zit er een verdunning in en dan zit er hier weer een verdikking. Dat is voor dat lager. Dat komt omdat er hier een lager zit. Dan zit er een tussenbus en dan zit er daar weer een lager. Dus deze twee verdikkingen zitten precies op de afstanden waarop die lagers zitten. Okay. Want hier tussenin zit een losse bus. Dat heb ik ook al gezien. Ja. En die heeft een gewoon iets grotere diameter. En die kan je aan de kant drukken, dus dat kan je zien. Dus dat centreert zich straks allemaal vanzelf. Oké. Deze vlakke plaat, ja, die moet niet vastlopen hier op dit randje. Dus je maakt die vlakke plaat iets dikker. Precies, ja. Kijk, je maakt, en die verdikking die komt dus op de binnenring van het. Er zit een klein draadje zit eraan. Kijk, die steunt op de binnenring van het lager, dus dan komt de hele boel omhoog, dan loopt die vrij van dit randje. Okay. Dan zitten hier merktekens op, die moeten naar buiten. Okay. Want anders, kijk, nu staan de schoenen zo, ja. En anders zouden de schoenen zo gaan. En ze moeten goed ten opzichte van de draairichting staan. Anders gaat het fout. Dus ja. Zo. Met die merktekens naar buiten. Je hebt ook rondjes hier. Merktekens naar buiten. Er zit geen speed niks op. Dus het maakt niet uit hoe je hem erop zet.
Dan komt de borgring. Om te zorgen dat die moer niet losloopt. Dan komt de moer, want uiteindelijk moet je toch zien dat je de boel vast krijgt. En dan komt nu de sleutel die het nog doet. Sleutel 21, dat is Bujima. Maar hier moet je eigenlijk wel een speciaal gereedschap voor hebben. Of in ieder geval voor die as vasthouden. Of hoe, ja. Hoe doe je, ja, of je moet je vliegwiel gebruiken en een sleutel. Ja, ja. Kijk, je kan zo'n sleutel ook heet stoken en dan platter maken. Mm-hmm. Of je hebt deze ook in een veel plat. Deze is eigenlijk te hoog voor mooi, want die loopt nu al vast op mijn... Dit is een oud vliegwiel geweest. Okay. Je hebt deze sleutels ook in het plat. Kijk, dan kom je bij... Oh zo, ja, precies. Dan kom je bij zo'n sleutel terecht. Ja. Maar als ze te plat zijn, dan loopt het weer daarop vast. Tegen de koppeling aan. Ja. En deze sleutels heb je ook in verschillende hoogtes. Je moet gewoon de goede kiezen. En anders dan wil je gewoon een bougie-sleutel pakken, afzagen en een ding pootje eraan lassen. Ja, precies. De spie. Yeah. En het is van hetzelfde rotmateriaal als dat. Dus dat stelt helemaal niks voor. Als je hem dan met moer en al monteert, blijft hij al op je moer hangen. Op het draad, en dan voel je nog niet of die... Goed zit, ja of nee? Kijk, zo kan je voelen dat hij goed zit. Maar dan had die moer die had al ergens daar moeten zitten. Ja, precies. Ja. Dus dat vinden ze nooit leuk. De moer gaat ook weer op als een zijtje. Veertien. Langzaam maar zeker begint hij weer vorm te krijgen. Tegenhouder. Die gaan we op tegenhouder zetten. Want die staan nog zo. Ja. Hij kan wat flexibeler. Ja, niet meer omdat nu al die gaatjes eigenlijk van rap bezakt zijn. Mm-hmm. Maar daar druk ik hem wel in. Het is niet zo dat als je het vastdraait dat het dan nog gelijk goed zit. Dat is niet... Weet je, nu het zijkantje en het had zo gestaan of het had zo gestaan. Ja. Dan krijg je hier dus een driehoekig vormige gleuf. Wat over is. Ja, precies. En dan moet je pakking dat weer opvangen. Bovendien staat dan je cilinder weer een beetje scheef op. Dat wil je doen. Want dit is nooit zo nauwkeurig gemaakt dat het met paspennen werkt. Kijk, een ander die werkt met paspennen en die boren die katters dan op elkaar. En als je ze dan monteert zit het altijd goed, want die laat me over die paspennen heen vallen. Ja. Maar dit is allemaal vrij ruig slobberwerk. Kijk, door eerst deze twee aan te draaien. Stel ik nu zeker dat en dat ook zonder pakking, mm-hmm. dat het netjes op het kart ligt. Nou, door hem nu aan te draaien, weet ik zeker dat het nu op één lijn ligt. En ga je dan nu het kart eraan draaien? En dan ga ik nu het kart eraan draaien. Hek. Want dit zit allemaal nog heerlijk los. Duidelijk. Dus als hij zo zit, dan veert hij de hele tijd. Ah, okay. Veert hij zo in elke keer als hij moet stoppen. En dat gaat met gang. Gaat het. En zo veert hij haast niet in. Ja. En er zijn mensen die zeggen: nee, er is helemaal niks van waar. Nou, laat die maar lekker gaan. Ja. Ik heb de cilinders gehad met de gleuf in de wand. Dat veertje probeerde zich ertussen door te worstelen. En ze doen de best, man. Maar ik monteer hem altijd. Onder of boven. Je wil niet weten hoeveel blokken ik al in mijn leven al in mijn handen heb gehad. Zit ik daar niet van af te krijgen. Als je logisch nadenkt. Ja, precies. Dat is heel vaak, maar... Ja, maar de mensen weten niet wat logisch nadenken is, omdat ze de... Deze. En dan
klopt dit hier ook al niet helemaal. Zo klopt dat niet? Nou. Door er tegenaan zitten. Hij wilde niet lekker opstaan, maar ze hebben die carburateur hebben ze waarschijnlijk ook door het opvoeren. En een van de trucken van opvoeren is dat buisje afzagen. Ja. En dan dat scheelt ook weer iets. Nou, kom eens met je veertje. Kijk, en dan is het altijd de truc om daar te beginnen. En dan moet hij precies in het verlengde staan. Dat veertje zorgt alleen maar voor dat het hendeltje niet eraf kan, kan schieten eigenlijk. Ik heb nu eerst het veertje er maar in gehaakt. En dan hier op de paal zetten. En dan met veertje en al naar achteren halen. Dat is iets moeilijk, denk ik. Kijk. En dan check. Zie je? Hij moet het laatste stukje moet je decompressie geven. Het laatste stukje moet je decompressie geven. En ik heb hem een heel stuk naar beneden gedraaid, want hij zat me veel te strak. Kijk, en er zit hier best wel veel ruimte op. Maar dat maakt allemaal niks uit, want onder dat gaffeltje hier is zo groot dat die speling. Maar als het nou niet klopt, dan zeg je van nou, dan haal je hem weer even los. Ja. En dan moet je hem zo verstellen dat hij net even wat anders ingesteld wordt. En dit uurtje is ook precies de grootte van dat moertje. Dus die houdt dat moertje houdt die tegen, als een soort van sleuteltje. Oké. Okay. Dus dat moertje moet ook altijd goed zijn, want je hebt er ook bij, die snappen dat niet. Dus dan staat het moertje diagonaal met zijn zijkanten zo en dan krijg je dat ding er nooit over. Nee. Dus je zet hem eerst zo. En je moet hier een goed schroevendraadje voor nemen, want als je gauw die puntjes afbreken, ja, dan kan je niet meer instellen. Dan kan je wel met een heel dun vuiltje, want er ijs lang zat. Maar als ik zo trek hier, ik bedoel, hij beweegt en je hebt net niks nodig. Dus ik ben hier uitermate tevreden over. Luchtfilter. De vorige die hing echt daar, hing die over de rand heen. Ja. En dit. Hoe bepaal je dat? Je duwt hem erin. En dan? Ja, en dan even duwen en dan zoiets en dan voel je. Kijk, en ook deze afstand, kijk, dit klopt aardig zo. Ja. Deze moet omhoog. En dan lees je ook wel eens over de hoogte van hoe ver dat hij in die. Ja, precies. Hij komt dus hier. Dus daar zit een boring naar beneden toe om vanuit dit kanaal naar dat kanaal te komen. Dus dat zit daar ergens. En je zorgt dat iets hoger ligt. Oké. Maar eigenaardig dat daar ook een.